Welkom bij Kaarten, Navigeren en Manipuleren in Museum Volkenkunde. Je kunt veel meer dan alleen topografie in kaart brengen. En deze tijdstromenkaart is daar een goed voorbeeld van. Een kaart waar de hele wereldgeschiedenis als een stelsel van rivieren weergegeven is. Beginnend bovenaan bij Noach en zijn zonen, dus het is ook echt een kaart met een Bijbelse oorsprong, tot aan de volkeren in het begin van de 18e eeuw. Bijzonder is dat China ook bovenaan als een hele losstaande rivier begint. En rechtsonder vinden we dan nog een heel klein stroompje, dat is Amerika. Wil je meer bijzondere kaarten zien, zoals deze vroege datavisualisatie? Kom dan naar Museum Volkenkunde.